Studenten van de Rooipannen kregen de opdracht om een innovatief probleemoplossend product te verzinnen. Het werd Bouquet en daar kregen ze meteen de eerste prijs van Jong Ondernemer mee. Aan tafel met Pim Boen, welkom, en Pleun Vissers. Bouquet! Het probleemoplossend was eigenlijk gewoon waar wij meteen aan dachten. Want dat is gewoon waar iedere klant, gast, wat hij wil. Ja, wat was het probleem? Het was eigenlijk de kastruimte thuis voor alle vazen die je hebt. Je hebt eigenlijk gewoon tientallen vazen thuis. Je koopt thuis iedere staan. Keer een vaas je weet niet meer waar je ze moet plaatsen. Ja, je hebt altijd wel weer een nieuwe en het heeft gewoon te veel kastruimte. En daar willen we eigenlijk vanaf. En Bouquet is dus is een modern vervangend variant op de moderne en klassieke vaas. Nooit meer een vaas nodig. Je moet het ook nog verkopen. Ja. Daar heb je geld voor nodig. Je moet communicatie en marketing dus opzetten om dit te betalen. Waar kwam dat geld van jullie vandaan om dat te doen? We hebben een soort van starterskapitaal. Mensen die in ons geïnteresseerd zijn, ook vrienden en familie. En mensen die kunnen in ons investeren door een aandeel te kopen. Ja, dat regel je zelf. Dan kunnen ze een aandeel kopen, waardoor wij een soort van starterskapitaal hebben en een beginnende onderneming kunnen starten. Maar jullie studeren ruimtelijke communicatie en presentatie. Ja. En jullie hebben ook een heel bijzondere manier om dit te communiceren, om dit te vermarkten. Ja, het innovatieve eraan is eigenlijk onze promotie, onze verkoopstrategie. Daar maken wij gebruik van augmented reality. En dat wil zeggen dat jij met je telefoon of iPad door de camera kijkt en daarvoor plaats je dan eigenlijk een digitale laag waardoor je 3D-model je thuis ziet. Je tovert het beeld in een semi-realiteit via je iPad. Laat maar zien. Dus het voorbeeldje een beetje? Ja, het idee is erachter dat mensen die dan twijfelen van staat er nou wel leuk bij me thuis? Het is heel leuk! Dan kunnen ze inderdaad gewoon thuis eerst kijken of het leuk is. En dan hopen wij dat de snellere aankoop gedaan wordt. Wat betekent dat voor je als student dat je opeens zeg maar een bedrijf hebt voor een x-aantal tijd. Dat is heel leuk sowieso dat we de kans krijgen om überhaupt eraan te beginnen, zeg maar. Dat we kunnen kijken en ik denk ook dat je er veel van leert. Want je loopt ook tegen dingen aan waarvan je denkt van, goh, daar moeten we over nadenken. En zo samen in een groep te werken en tot zo'n mooi idee te komen. Ik denk, ga je ermee door? Dat is nog het niet staat helemaal een ondernemer, ik voel het. Jawel. Ja, het is nog niet helemaal zeker. Ik wil misschien ook nog verder studeren. Ik zou het graag willen, maar ik moet kijken of ik er de tijd voor heb eigenlijk. Waren de dingen waar je tegenaan liep waarvan je dacht, als je gaat ondernemen, dan zijn dat toch wel fixe struikelblokken of was het juist een uitdaging? Het was eigenlijk wel een uitdaging. We hebben een fantastisch team. We zijn al met 6 mensen en alles verloopt echt soepel. Ik zou niks anders hebben gekozen. Nou, dit was een ondernemersavontuur. Wat betekent ondernemen voor jullie? Ja, ik denk kijken hoe wat we het beste kunnen doen, zeg maar, om de mensen, om de consumenten te beïnvloeden, zeg maar. En te kijken van, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat ons product goed aangeprijsd wordt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alles goed verloopt? Heb je het in je DNA zitten, dat ondernemen? Ik denk het wel. Ik mag het hopen. Ja. Die onderneming staat er nu. Hoe gaan jullie daarmee verder? Ja, zo succesvol mogelijk zijn en zoveel mogelijk verkopen. We proberen natuurlijk bekendheid te creëren en we hopen dat het augmented reality aanslaat en we hebben een website en Facebookpagina. We proberen gewoon zo succesvol mogelijk te worden en natuurlijk de landelijke finale winnen. Daar gaan we voor. Jullie hebben het ondernemersbloed 100% in je. Jullie zijn geslaagd wat mij betreft. Heel veel succes. Dankjewel. Tot ziens.